De wet belasting over de toegevoegde waarde biedt genoeg handhavingsmogelijkheden om fraude te voorkomen. Dit haalde minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning gisteren aan in de Nationale Assemblée op vragen van parlementariër Dijksteel. Echter wijst hij erop dat het voorkomen van fraude ook te maken heeft met ondernemersgedrag. Mensen met een slechte inborst zullen volgens hem altijd proberen de mazen in de wet te vinden. Minister, een vraag met betrekking tot belastingcarouselfraude en de Lafferkurve-effect. Ik vraag me af of in hoofdstuk 7, waar de administratieve boetes zijn genoemd, of dat deze twee aspecten genoegzaam dekt om dat te kunnen traceren. Wij denken dat de wet voldoende mogelijkheden biedt en controles achteraf door de Belastingdienst zal moeten maken dat fraude ook gedetecteerd wordt en aangepakt wordt, zoals dat nu ook het geval is. De bewindsman gaat verder aan dat het van belang is voor deze wet dat de informele sector wordt betrokken in de heffing van de belasting. En ieder die consumeert zal volgens Achijbersing BTW moeten betalen. Of je nou in de formele of informele sector opereert of niet. En dit geeft een grotere basis voor de heffing en een eerlijkere basis dan de omzetbelasting. Dus vandaar dat wij ook die transformatie zo snel mogelijk en succesvol moeten zien uit te voeren. In de komende weken zal het parlement verder gaan met de behandeling van deze wet, aangezien het in de bedoeling ligt dat BTW per 1 januari 2023 wordt geïmplementeerd.